FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Spot ICT-oplossingen. Nordin Bakker stond de afgelopen twee duels weer onder de lat bij FC Volendam. Beide wedstrijden werden gewonnen. Met een knipoog wordt gesproken over het Nordin Bakker-effect. Nou, misschien wel. Kun je het verklaren? Nou, twee goede wedstrijden gespeeld. Ging persoonlijk ook goed. En ik denk allebei terecht gewonnen. Bakker zag vooral een FC Volendam dat behoorlijk goed voetbal op de mat legde. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we een tijdje lastig hebben gehad. Maar deze twee wedstrijden was wel het goede spel weer terug, gelukkig. En ik denk dat we dan met goede moed richting de play-offs gaan. Een keeper die vertrouwen uitstraalt is volgens Bakker het belangrijkste voor een ploeg. Ja, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Het vooral dat het vertrouwen uitstraalt is belangrijk voor de verdediging. En ik denk dat dat nu wel het geval is. Zondag tegen Telstar staat Bakker ook onder de lat. Iets waar hij ook op hoopt in het restant van het seizoen. Ja, dat is niet heel veel over gezegd. Maar ik probeer me gewoon te focussen op de wedstrijden die ik mag spelen. Ik wil dat ze mooi mogen afsluiten, in ieder geval. En dan zie ik wel wat er gaat komen, of hoe het gaat lopen. En in ieder geval zo mooi mogelijk afsluiten. De tegenstander in de naderende Vissersderby is volgens de doelman een taaie. Ja, ik denk dat ze spelen natuurlijk een lastige formatie ook. De meeste tegenstanders hebben het lastig tegen hun. Maar ik denk dat we als we ons eigen spel spelen, dat we ze dit keer gewoon gaan pakken. Ze kunnen met 5-3-2 natuurlijk, ze geven weinig kansen weg. En ze spelen natuurlijk gouden lange bal richting Plet. Maar ik denk dat we daar gewoon scherp op moeten zijn en ons eigen spel spelen. Bakker heeft zijn huiswerk op orde als het gaat om de aanvallers die jij zondag voor zich krijgt. Ja, tuurlijk. Je kijkt beelden van hem. Je gaat precies kijken hoe hij reageert en wat hij doet. En daar moet je goed ready voor zijn. De missie is duidelijk. Ik ken er nog niks over zeggen, maar in ieder geval dat wij gaan winnen met een 0 tegen. De wedstrijd FC Volendam Telstar is te volgen via het schakelprogramma van ESPN. Het Twitter-account @FC Volendam, de story op Instagram en het radioverslag van NA Sport.